Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 10. In deze video gaan we het hebben over een scharnier, oftewel pivot. Ja, pivot is Engels voor Nederlandse scharnier. En je vindt onder je punt. En die is de buurman van de komma. En in de komma hebben we de vorige video behandeld. Dus hoogste tijd om in deze video eens te hebben over het draai- en schaalpunt, het scharnierpunt, het punt-pivot menu. Let's go! Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Oké, okay, dat pivotpunt is dus, hè, dat is eigenlijk dus het scharnierpunt. En die kan je vinden onder de punt. Maar let wel de punt naast de linkerkant van je vraagteken. Dus niet de punt aan uh, onder de drie op je numerieke toetsenbord, maar de. Punt die naast de komma zit. Nou, je snapt het wel. Ik ga het zo laten zien in Blender. Maar je kan die dus daar vinden, maar ook in het menu midden boven in de 3D viewport. En je kan dus kiezen hoe meerdere objecten samen of alleen moeten schalen en draaien. Het gaat niet alleen om draaien, het gaat ook om schalen. Meestal mensen zeggen alleen maar het draaipuntmenu, maar het gaat ook om het schaalpuntmenu. Maar goed, nou, gauw naar Blender. Terug naar de pakjesboot. Die heb je ook in de vorige video gezien. Dan hadden we het over het comma menu, het oriëntatie Menu, maar nu dus over het pivot-punt menu, en dat grote doel is: die pakjes opruimen op de boot. Goed, ik ga ze even deze pakjes allemaal uh, selecteren met mijn Circle Select Tool. Dan ga Ik deze pakjes even selecteren, zo. En met numpad slash ga ik eens even deze openen in Local View. Dan kunnen we eventjes goed naar kijken. Ik heb mijn uh, verplaats widget aanstaan, dan zie je een beetje hoe die assen georiënteerd zijn. Um, alright, nou dat uh, puntmenu. Het is ook een pie menu. En hier vind je dus alle mogelijkheden. En ik ga deze keer ze wel allemaal bij langs. Maar je kan ze ook hierboven vinden. Daar middenboven in het, de 3D viewport vind je datzelfde menu ook terug. Bounding box, 3 d cursor, Individual Origins, Medium Point en Active Element. Dus of hier naar boven gaan of lekker gewoon op je punt drukken. Het is hetzelfde aan jou de keus wat je maar fijn vindt. Maar goed, dat pivot. Point, hè? Scharnierpunt kijk als ik dit nu uh, draai, dan draaien ze gewoon wat je zou verwachten allemaal mee. Ik heb ze trouwens ook nu allemaal uh, geselecteerd. Nou, nah, niet allemaal. Zo, nu heb ik ze allemaal geselecteerd. Over die outlines komt in een volgende video. Als ik dat gewoon draai, dan draait het dus gewoon zo wat je zou verwachten. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Want je kan ook bijvoorbeeld draaien over individual origins. Wat er dan gebeurt is dit: dan draai je dus de pakjes zelf. En moet je kijken hoe je makkelijk je kan switchen, toch? Dat is toch ideaal? Kijk, zo draaien ze als geheel. En als individual origins, dan draai je dus alle pakjes zelf. Nou, welke mogelijkheden zijn er nog meer? Ook bijvoorbeeld uh, 3D-cursor. En dan gaat die widget, die gaat opeens in de richting van de 3D-cursor. En dan, als ik dan draai, dan draait het dus om de 3D-cursor heen. En op die manier kan je dus de 3D-cursor ergens neerzetten en de boel dus uh, op die manier draaien. En de volgende is draaien om het actieve element. Ik heb ze even gedeselecteerd. Ik ga ze weer allemaal even selecteren met gewoon met de box select. Dat kan je ook gewoon met B doen. En, maar je snapt het idee. Ik heb ze nu allemaal even geselecteerd. En dan zie je dat cadeau nummer 9 is het actieve element. Want dit zijn allemaal een beetje rood-oranje. En deze is wat geler. Van kleur en van een lijntje eromheen. Dit is het actieve element. En wat je dan kan kiezen in het puntmenu. Oh. Puntmenu is er Active Element. En dan draai je de rest van de cadeautjes, dus om dat actieve element heen. Kijk, met shift-links-klik kan ik uh, switchen van actief element. Cadeautje nummer 17 is nu het actieve element. En als ik dan uh, draai, dan draai ze dus allemaal uh, daarheen. Of ik kan uh, deze actief maken. En dan draai ze allemaal daaromheen. Super handig! Uh, in sommige gevallen. En de volgende is bounding box. En dat lijkt heel erg een beetje op medium point. Maar het is toch net een beetje anders. Ik heb ze allemaal even geselecteerd. En ik sta nu even op medium point. En nu zet ik hem op bounding box. En dan zie je dat deze echt maar heel erg weinig uh, verplaatst. Dus wat is dan eigenlijk het verschil? Nou dat zie je vooral als je een uh, pakje heel erg verder weg zet. Kijk ik zet het pakje helemaal hier neer. En ik selecteer ze eventjes allemaal. En ik zet hem nu op uh, medium point. Dan zul je zien dat het gemiddelde... Oh. Het gemiddelde eh, van deze pakjes zit toch echt hier, omdat hier de meeste pakjes zijn. Maar als ik hem op een bounding box zet, dan zul je zien dat deze in het midden gaat. Waarom is dat? Nou, het is eigenlijk een soort van uh, vierkant rechthoek ding die je om de, uh, alle objecten heen trekt. En het midden van dit vierkant is zeg maar hier. Dus dat is het verschil tussen medium point, echt het, echt het gemiddelde van alle 3D-objecten. En bounding box is meer het gemiddelde van ja, de box die je om de objecten heen kan trekken. En dan moeten we nog even hebben over only locations. Ik selecteer even alle pakjes en ik ga eventjes numpad 1 van front orthographic. en ik druk weer op. En dan maak ik eventjes 3D cursor actief. En als ik dan uh, draai, dan draai ze dus gewoon netjes om de 3D cursor heen. Maar je kan iets in dit pie menu aanzetten, namelijk Only Locations. En als ik dat doe, kijk, heb ik Only Locations aan en 3D cursor actief. En als ik dan draai, wat gebeurt er dan? Dan zul je zien dat deze pakjes hun oorspronkelijke draaiing behouden, terwijl ze wel om de 3D cursor heen draaien. Kijk, uh, dit pakje bijvoorbeeld. Die uh, heeft een, uh, deze, die, die een beetje op deze kant op georiënteerd. Dan moet je die eens even volgen. Als ik dat zo doe, die blijft zeg maar naar boven wijzen. Nou, en dat kan soms dus uh, uh, heel handig zijn. En je kan het ook uitzetten. Kijk, nu staat hij dus weer uit. Nu staat hij aan. Nu staat hij uit. En dan kan ik dus draaien en dan draai je de pakjes ook zelf mee. En dan is het nu tijd voor de doelopdracht Z. Alle pakjes op de boot. Alright, ik ben even uit de local view. Zit hier gewoon uh, alles is, uh, zichtbaar. We gaan die pakjes op de boot zetten. En Trouwens, ze in één keer selecteren. Kan je met circle select doen en met box select. Maar je kan ook met links klik en sleep ze allemaal selecteren in de outliner. Want ik heb je in een doos pakjes gestopt in de outliner. Maar meer over de outliner in video nummer 13. Maar goed, die pakjes dus, hè, die zijn allemaal gedraaid. Moet je ze dan in. 1 voor 1 allemaal goed gaan draaien. Helemaal niet, want we kunnen de rotatie gaan resetten. Want weet je nog, in het N-menu vind je hier de getallen voor de rotatie. En als ik dan op Alt-R druk, dus dat is Alt-R, dan staat deze rotatie gaat dan op 0 en dan staan ze allemaal weer perfect overeind. Super handig. Nou, wat je dan kan doen is bijvoorbeeld, uh, uh, nee, moet ik zeggen, verwarrend dit. Sorry, je moet op punt drukken. Een punt en dan zet ik bijvoorbeeld medium point. En dan kan ik al deze uh, pakjes al een beetje een, een draaiing geven. Ik doe het M-menu even weer, uh, weer dichtklappen. Maar dan kan ik een, een draaiing geven wat een beetje uh, matcht met die van de boot. Ik een beetje deze kant op en dan geef je deze pakjes ook grofweg zo'n beetje die draaiing. En dan pak ik het met uh, G pak de pakjes op. Oh. Deze heb ik kom op, Met G kan ik ze oppakken en dan zet ik ze zo ongeveer op de boot neer. En dan is het natuurlijk ook weer de vraag, hè? dit kan je op heel veel andere manieren ook heel erg snel doen. Het kan best zijn dat iemand dit YouTube-filmpje kijkt en dan heel in de comments ziet, nee, dat moet je zus of zo, dan gaat het veel sneller, je legt het niet goed uit. Nou, eh. ik snap dat het heel erg op andere manieren ook kan en misschien sneller, maar dat zei ik in de vorige video ook. Soms moet je gewoon dingen doen. En wat jij nu moet doen is die pakjes op de boot zetten. En in de volgende video ga ik het hebben over het Shift-S-Snap-menu. -S en bijvoorbeeld ook over een video gedaan over willekeurig plaatsen van objecten. Dus ja. Je gaat toch nieuwe dingen leren en dan ga je hierop terugkijken en dan denk je, ah, oh, dat komt veel handiger. Prima, want dan heb jij iets nieuws geleerd. Maar je kan niet blender in één keer leren en dan iets vets maken. Dat gaat gewoon tegelijkertijd op. Blender leren iets maken, blender leren iets maken, blender leren iets maken. En dat is ook eigenlijk de lol ervan. Ik ga eventjes op uh, Z drukken, want dan krijg ik hier het uh, viewport shading menu en dan ga ik even naar Z. En dan ga ik mijn boot een beetje precies zo oriënteren. Dat ik deze lijn van het dek zo vlak mogelijk tegenaan uh, kijk. Oh. En dat is een beetje zo. Kijk, en dat uh, moet je ook nog eens een keertje bedenken dat je nu in orthografisch wil werken. Want dat is heel erg fijn. Kijk, met perspectief. Dan is het lastig om dat uit te lijnen. Omdat dit paaltje natuurlijk veel groter is dan het paaltje aan de andere kant. Maar met orthografisch. Heb je dat probleem niet, dan is alles wat in de verte is even groot als wat dichterbij is. Op die manier kan ik dit dek precies zo uh, mooi een beetje uitlijnen. En ik heb gekozen voor Z om het in wireframe te kijken, dan kan je het uh, soms een beetje goed uh, zien. All right, nu kun je dus deze pakketjes gewoon lekker allemaal op uh, in de buurt van het dek zetten. Dus um, cue de timelapse. Alright. Nou, de pakjes uh, staan zo ongeveer op het dek. Ik ga weer even terug naar Material Preview. En hoppakee. Ze hebben de juiste draaiing en ze staan op het dek. Maar ja, de kleuren staan nog helemaal door elkaar heen. Dus dat gaan we ook eventjes uh, fixen. Nou, we kunnen ze natuurlijk nog wat uh, verder opruimen, toch? We moeten ze een beetje over het dek gaan verplaatsen. Maar dat is een beetje een uh, lastigheidje. Want je wil ze, zeg maar, uh, zo verplaatsen bij elkaar. Maar je wil ook kijken, zeg maar, of ze niet uh, te hoog of onder het dek zitten. En een heel ander trucje daarvoor is eventjes. 2 3D viewporten openen. In video nummer 2 heb ik verteld. Als je op rechtsklik op zo'n uh, grensovergang van het ene schermpje en naar het andere schermpje klikt. Dan kun je hier zeggen bijvoorbeeld voor horizontal en vertical split. En als je klik op vertical split. Dan krijg ik hier en met een linksklik bevestig dat ik hier een split wil maken. En dan heb ik opeens twee 3D viewporten. En dan ga ik bij de ene ga ik op uh, de front view zetten. En de andere op de. Top Orthographic View. Dat is heel handig. Want dan kan ik bij beide een beetje zo uh, inzoomen. En dan pak ik hier bijvoorbeeld dit uh, groene pakje. En die ga ik dan hier naartoe zetten. En staat hij hier in de buurt. Maar je ziet wel, het probleem is dat het pakje hier onder het dek is verschoven. En dan kan ik hier gewoon deze een beetje omhoog zetten. En dan kan ik hier zien. Nu staat hij goed op het dek. Dan pak ik dit pakje erbij. Dan zet ik deze hier even in de buurt. Beetje zo. En dan. Trek ik hem hier naar boven en dan kan ik zien dat hij zo op het dek staat. En dan kun je dus in één keer van beide kanten bekijken. En dan zie je. Ja, het is veel handiger. Kun je zo op die manier mooi bij elkaar zetten. En het valt het ook op trouwens, hier heb je dus die um, ijas die wijst hier naar boven. En dat komt omdat ik natuurlijk nog in het comma-menu. Uh, staat die. Op, in dit geval, 3 d cursus. Maar als ik hem op Global zet, dan heb je hier dus gewoon je de blauwe pijl naar boven. En dan kan je dus heel makkelijk echt via de Z-as het pakje op het dek zetten. Alright, dit ga ik ook doen met de rest van de pakjes. Dus Q Timelapse 2. Alright, nou die kan er ook nog een beetje zo omheen draaien, om het nog eens even te dubbelchecken. En ze staan er niets, kijk, ze gaan een klein beetje doorheen, maar dat is in, uh, voor nu helemaal prima. Gaan we niet moeilijk over doen. Het wordt een heel plat uh, pakje op de. Hey. Nou groen, rood en blauw. De pakjes zijn gesorteerd op het dek. Hoehoehoe. hoe, hoe. Nou weet je, en als je er toch mee bezig bent, ja, experimenteer eens met dat, komma menu, oriëntatie menu met het. Puntmenu, pivot menu. En um, ja, zet de pakjes op je boot. En maak jezelf vertrouwd met hoe je dat zo'n beetje kan aanpakken. En de rest van nog meer handigheidjes komt allemaal wel in de volgende video. En de eerste handigheidje is het volgende menu. Dat is het Shift-S Snap menu. Ik zie je daar. Maak je iets.